Ga je vandaag laten zien hoe je makkelijk een leuke vakantie kan zoeken op mijn webpagina Your Travel Amstelveen. Ik heb hier een voorbeeld. We gaan hier eerst in de zoekbalk ingeven Your Travel Amstelveen. Nou, als het goed is krijgen jullie ook resultaten te zien. En dan zie je hier in het midden zie je staan Your Travel Patricia van Tricht uit Amstelveen. Die klikken we aan. Kan je het nou niet vinden? Kan je natuurlijk ook gaan zoeken op Your Travel. Ga je naar Travel Agents en dan ga je zoeken op Noord-Holland en dan op de naam. Maar goed, we gaan hier beginnen bij alle vakanties. Dan krijg je deze pagina te zien. Het is een hele duidelijke layout. Nou, laten we zeggen dat we met een gezin gaan van 2 volwassenen en 2 kinderen. De klik hier, nou, staat toevallig al op 2 volwassenen. Ga je naar 2 kinderen. Vul je hier de datum in voor volwassenen mocht je dat willen. Ik zou hem openlaten. En hier geef je 2 kinderen in. Geef wel even de juiste geboortedatum in. Kan je ook handmatig intikken of via de balken zoeken. Laat ik eens voor het gemak nemen 2015. Daaronder doe ik ook hetzelfde. 2015. Ga je naar opslaan. Laten we Turkije als voorbeeld noemen. Dan laat ik de streek en plaats even open. Gaan we naar de datum, de maand juli. Laten we zeggen 13 juli. En zo ga je elke stap invullen. 10 tot 13 dagen. Vliegreis. Je kan de luchthaven nog ingeven als je wil. Laten we Amsterdam nemen als voorbeeld. We willen graag in een hotel, appartement, villa, net wat je wil. En er zijn hieronder nog meer opties. Verzorgingstype betekent all inclusive, vol pensioen, half pensioen, noem maar op. Ook dat kan voor gekozen worden. Ik neem even all inclusive. Vind je nog belangrijk dat een hotel minimaal 4 sterren is? Ik wel. Huppatee, minimaal 4 sterren. Maakt nog uit waar het ligt of laat je het open? Ik wil 500 meter. Van het strand vandaan. Wat voor reistype ben je? Zonvakanties, soms komt familievakanties in te staan. Ik heb nu zoveel geselecteerd dat het systeem automatisch zegt dat het een zonvakantie is. Hier kan je nog prijs ingeven, minimum, maximum, last minute. En bij overig kan je nog zelfs selecteren op de reisorganisatie van jouw voorkeur. Ik laat hem nu eventjes open. Ga ik terug naar boven. Zeg dat je deze ideaal vindt. Ik pak gewoon even eentje. Laten we zeggen deze. Krijg je hier de uitleg van het hotel? Krijg je de foto's te zien? Je kan de informatie allemaal lezen hier op je gemak. Bij meer informatie kan je zien welke reisorganisatie dat aanbiedt. Corendon en Pelikaan. Soms kunnen er wel 5 staan. Het zijn allemaal degenen die het aanbieden. Als er nou 5 verschillende reisorganisaties zijn, welke is dan het voordeligst? Nou, daar is dit mooie systeem voor, want zie hier, als je hier een datum aanklikt, je kijkt naar 10, 11, 12 of 13 dagen, zie je hier de vertrekdatum en jouw selecties komen hier nog een keer tevoorschijn. Dan klik je bijvoorbeeld deze datum aan, 13 juli 10 dagen, je ziet de vanafprijs. Je krijgt meteen een overzicht van de vliegreis te zien, heenreis, terugreis en het systeem gaat nu uitrekenen welke reisorganisatie het voordeligst is. Je krijgt de kamerkeuzes, zeg dat je een voordeelkamer wil of een standaardkamer, voor alles is er mogelijk. En hier zie je dan wat het totaalbedrag is. Begin met boeken. Dan wijst eigenlijk alles voor zich, geef je de namen in. De geboortedatum en als je dat gedaan hebt met de contactgegevens en je doet de volgende, kom je in het overzicht waar je het totale bedrag ziet staan. En dan kan je op betalen drukken en dan komt de boeking bij mij uit, dus je houdt zowel de boeking online, dat scheelt je 20 euro en daarnaast blijf je mijn service behouden. Ga jij het een keertje proberen? Ben benieuwd, dag!